Goedemiddag, voor wie mij niet kent, mijn naam is Raoul Schildmeijer, ik ben bestuurslid ook van de orde. En ik wil kort de lezing van vanmiddag bij jullie introduceren. Het gaat over adviserende post-truth world. En bij mij kwam toen meteen het woord boven, de waarheid. Want post-truth suggereert alsof er ooit een tijd was geweest dat we de waarheid zouden kunnen kennen, hebben gekend. Ik ben zelf nog van een generatie waarin de waarheid een krant was, met een bepaalde kleur. En daar stond inderdaad een waarheid in, als een koe. Een andere vraag is natuurlijk hoe wij ons daar als adviseurs toe verhouden. Theo zei er eigenlijk al een paar dingen over. Als we ons werk doen, spelen wij volgens mij ook voortdurend een spel met de waarheid. En het is verleidelijk om te zeggen van een bepaalde Amerikaanse president dat hij daar maar een loopje mee neemt. Maar we hebben er zelf wellicht ook een verantwoordelijkheid voor. Want stel je toch voor, ik heb het zelf ervaren het afgelopen jaar, je hebt te maken met een klant. En met die klant praat je over de urgentie van verandering in die organisatie. En wat mij opviel bij mijn klant vorig jaar is dat hij de zaak altijd helemaal afbakende. En dan bleef er nog een heel klein spleetje over. En daar zouden we misschien wel doorheen kunnen veranderen. En dan zou het wellicht met deze organisatie nog goed kunnen aflopen. Zijn waarheid over verander urgentie en vooral ook verander richting. En wat stel jij daar dan tegenover als adviseur? Is dat inderdaad waar dat dat dan het enige gaatje is, de enige redding er nog is voor die organisatie? Daar heb je denk ik dan een verantwoordelijkheid voor. En dan leven we gelukkig in een land waar je wat mag zeggen tegen je baas. Dat is een egalitaire samenleving, dus je mag wat terugzeggen. Dus ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar wat ik veel doe in organisaties is dat ik aan het praten ben met elkaar over werkelijkheid. En creëren van een werkelijkheid, betekenis geven aan wat we om ons heen zien als veranderingen, als ontwikkelingen. En wat is dan de waarheid die we samen creëren? En hoe doe je dat? En is daarin sprake van een soort vrijmoedig gesprek waarin iedereen open mag spreken? Of blijft daar heel veel onder de oppervlakte verborgen en creëren we een schijnwerkelijkheid waar je eigenlijk nooit van weet of dat echte werkelijkheid is, als die er al is. En dan ben je nog zelf adviseur en je hebt je vak en je hebt je instrumenten. Waarom moet mijn klant eigenlijk geloven dat ze werken? Dus wat zijn de werkzame bestanddelen van de instrumenten die ik aanreik, ook al geloof ik erin. We zijn ook een beetje artsen, we zijn ook een beetje dokters en ik denk dat we moeten nadenken over de evidence van de instrumenten die we aanreiken. Kortom, toen ik erover begon na te denken, realiseerde ik me dat dat begrip de waarheid voortdurend als een soort rode draad in ons vak aanwezig is. En het interessant is je af te vragen hoe je daar dan als adviseur ook toe verhoudt. Hoe creëer je een waarheid? Hoe creëer je met elkaar een werkelijkheid? Wat is waar? Wat is niet correct? Waar gaan we verder mee? Dat vraagstuk, dat is een beetje de rode draad die we dit jaar door allerlei activiteiten heen willen vlechten. We zullen op verschillende momenten, ook vooral uit de filosofie, mensen vragen om ons daarin bij te lichten. Omdat, en ik heb een nieuw woord geleerd van René, maar ik ben het alweer vergeten. En dat begon met een A. Je gaat het zo uitleggen. Omdat er van die vragen zijn die altijd vragen blijven, maar wel goed is om daarover te blijven nadenken. En in dit jaar, waarin er 100 jaar adviesbureaus zijn, en we moeten blijven nadenken over wat de professionaliteit is van ons vak, eigenlijk ook de ethiek van ons vak, willen we daar vandaag dan vanuit het perspectief van de waarheid eens over gaan nadenken in een post-to-samenleving. En daarover gaat spreken René ten Bos, en hij was dichter des vaderlands. Denker des vaderlands. Dichter was natuurlijk niet dan. Denker des vaderlands. Dus de eerste filosoof die wij hier vandaag het woord mogen geven. Verder sprak mij erg aan dat je voetbalfan bent, maar ik weet niet of het daar ook over gaat. René, aan jou de ruimte. Succes. Goedemiddag allemaal. Leuk om hier te zijn. Ik ben ooit natuurlijk zelf ook nog eens organisatieadviseur geweest. Dus ik zal mijn lezing ook eindigen met wat behartenswaardige opmerkingen voor jullie slag. Dus dat is de bedoeling. Maar de eerste leugen hebben we vanmiddag al gehoord. Ik ben geen voetbalfan, ik ben een fan van FC Twente. En dat is iets heel anders. Dus zeker op dit moment. Hoe dan ook. Wat ik wil gaan doen is, ik sta hier toch in principe niet als organisatieadviseur, maar als filosoof. De OA heeft mij ook echt gevraagd om als filosoof met jullie wat te bespreken over die, hoe je tegen waarheid aan kunt kijken. En natuurlijk ook in verband met datgene wat we dan de post-truth samenleving noemen. He, dat is dus een samenleving waarin er zeg maar geen consensus meer is over wat waarheid is en wat geen waarheid is. En in die samenleving leven we en dat wordt door de meeste mensen gezien als een soort van probleem. He, als er geen consensus meer is over wat waarheid is of wat geen waarheid is, dan storten bijvoorbeeld de rationele voorwaarden waarop zo'n samenleving gebaseerd moet zijn in.
Dat is in feite de hele gedachte. En mensen vinden dat heel slecht. Ik word veel gevraagd om over dit onderwerp te spreken. Ik heb hier een boek over geschreven, dat heet Het Volk in de Grot. Dat expliciet hiermee bezig is geweest, of expliciet ingaat op dit thema. Ik heb ook heel veel discussies gehad met bijvoorbeeld een beroepsgroep die er net als jullie beroepsgroep veel mee te maken heeft, journalistiek. En dat is dus een interessante gedachte. En journalisten zijn de enige professionele beroepsgroep die eigenlijk niemand nog vertrouwt. Je hebt van die zogenaamde job veracity indexes. Veracity, dat klinkt ook een beetje zo als waarheid en dergelijke. Welke beroepsgroep vertrouwen wij en welke beroepsgroep vertrouwen wij niet? En de meeste mensen hebben nog steeds een ontzettend vertrouwen in de expertise van dokters, van verpleegkundigen, van noem maar op. En ook van advocaten, van politiemensen, ga zo maar door. Maar er is één professionele groep die hangt helemaal onderaan en dat is de journalist. Die staat ergens tussen managers en organisatieadviseurs. En dat is natuurlijk op zich verbazingwekkend, omdat omdat je dat eigenlijk niet verwacht. En dat heeft iets met die waarheid te maken. Of die waarheid die eigenlijk tussen onze vingers weggecijpeld is. Nou, wat ik ga doen is proberen uit te leggen hoe filosofen in het verleden altijd over waarheid hebben gedacht. Dat is het eerste deel van wat ik ga vertellen. Ik kom daarbij ook te spreken op misschien wel de belangrijkste metafoor die wij hebben bedacht voor de waarheid. Dat is de beroemde grotallegorie van Plato, waar ik het een en ander over zal zeggen. Want dat is een verhaal dat de meeste mensen van u denk ik wel kennen, maar het is een ingewikkeld verhaal. Het zit veel complexer in elkaar dan wij zo denken. En tenslotte zal ik wat vertellen over dit vak, als het dan een vak is. Organisatieadviseur. En wat ik met dat laatste bedoel, als het dan een vak is, dat ik daar enige twijfel over heb, vloeit voort uit het feit dat mij niet helemaal duidelijk is wat de professionele identiteit van een organisatieadviseur is. Je hebt er zoveel en zoveel verschillen. Nou, daar eindig ik mee. En dan eens kijken of u goed in de war bent. Want dat is de bedoeling. En dat was het woordje dat Raoul net probeerde te formuleren. Filosofen, dat is, wat moet u meteen weten, zijn altijd aporetisch. Een moeilijk woord, hè? Aporie, dat is poros, komt daar, hè? Dat is gaatje. Denk aan pori in je huid en dergelijke. En aporie, dat is de ontkenning van een gaatje, zou je kunnen zeggen. Dat is een ontkenning van een uitweg. Dat wil dus zeggen, een aporie, dat is helemaal niks anders dan een probleem waar je niet uitkomt. En alle filosofische vragen zijn altijd vragen waar je niet uitkomt. Dat zijn daarom ook vragen die je bijvoorbeeld altijd kunt blijven stellen. Dat doen wij dus ook. De oudste filosofische vraag, dat is een hele simpele vraag, die kinderen ook heel vaak stellen, waarom is er veel meer iets dan dat er niets is? Nou, daar kun je lang over horen. Of wat is bijvoorbeeld een goed leven? Daar kun je ook heel lang over horen. Daarom zegt men ook wel eens dat de filosofie geen vooruitgang boekt. Omdat die vragen die die oude Grieken stelden nog steeds de vragen zijn die wij stellen. En wat veronderstelt dat dan, vooruitgang? Dan zie je een van die rationele fundamenten van onze samenleving waar ik het over heb. Dat is misschien wel steeds verdere toenadering tot de waarheid. Dat is in bijvoorbeeld logisch-positivistische wetenschapsopvattingen. Dat is de gedachte. Die wetenschap die moet ons steeds verder in de buurt voeren van waarheid. En dat heet dan vooruitgang. Maar over filosofie, geen vooruitgang. Voor een natuurkundige is het niet zo interessant om Ptolemeus te lezen, maar alle filosofen die ik ken, inclusief mijzelf, we lezen nog steeds Aristoteles, Plato en dergelijke meer. En we lezen ze steeds opnieuw. En dat hangt dus samen met de aporetische kwaliteit van datgene wat ze aan het onderzoeken zijn. Nou, een van de dingen die je over waarheid kunt zeggen, laat dat helemaal helder zijn. Een van de dingen die je daar heel helder over kunt zeggen, waarheid is een behoorlijk aporetisch dingetje. Bijvoorbeeld is het, om maar eens iets te noemen, is het altijd prettig om de waarheid te horen. Ik zie u al helemaal schudden, met hoofdschudden. Nee, dat is helemaal niet prettig. Mensen kunnen de waarheid vaak niet aan.
Hè, dat is helemaal niet leuk. Ik ben zo'n universiteitsprofessor en zo. Vandaag verscheen er weer een bericht dat wij allemaal veel te druk zijn. Valt best mee hoor. Ik denk dat dat fake news is. Hè? Maar dat neemt niet weg dat ik krijg wel eens zo'n student over de... En die heeft dan een werkstuk gediend. En dat werkstuk, dat beoordeel ik dat. En dat werkstuk is gewoon echt, echt super slecht. Echt waanzinnig slecht. En dan komt zo'n student binnen en dan zeg ik, ja, je kunt wel zien dat je hard gewerkt hebt. Dan ben ik namelijk pedagogisch verantwoord bezig. Ja. En als je pedagogisch verantwoord bezig bent, dan ga je niet meteen zeggen wat je ervan vindt. Een beschaving is alleen maar mogelijk op basis van hypocrisie. Nooit vergeten. Dat was overigens een opmerking van bestuurskundige Paul Frissen ooit. Zonder hypocrisie stopt de hele beschaving in elkaar. Dat betekent dus dat je in een beschaving dus elkaar niet altijd rechtstreeks de waarheid vertelt. Als je elkaar zomaar rechtstreeks de waarheid vertelt, dan krijg je een hele harde samenleving. Die niet altijd heel prettig is. Dus je moet op de een of andere manier moet je af en toe leugentjes om best wel kunnen plegen. Je moet altijd zaken kunnen zeggen die als het ware niet helemaal direct zijn, die eromheen draaien. En we leren bij sollicitatiecursussen dat je cv best wel mag oppoetsen. Toch? Want dat heet, je moet jezelf verkopen. En dat gaat tot zo'n niveau dat je uiteindelijk dat we bijna allemaal pathologische leugenaars worden. He, want dat is precies wat wij in feite doen. He, namelijk, he, en uit allerlei onderzoeken, en dan spreek ik even niet als filosoof, maar dus psychologisch onderzoek, sociaal onderzoek en dergelijke. Mensen liegen constant dat het gedrukt staat. We doen het constant. En dat is iets wat een lastig verschijnsel is. Want de waarheid, of waarheidslievendheid, verschijnt tegelijkertijd in zo'n soort samenleving als een deugd. Nou, wat blijft er van over als dat misgaat? Er zijn heel veel definities in die filosofie van waarheid. He, Nietzsche, de grote Duitse filosoof, of het algemeen ook tegenwoordig omschreven als een soort postmoderne waarheidsontkenner, maar heeft naar mijn smaak toch een van de mooiste definities. Hij noemt waarheid helemaal niks anders dan een heerschaar aan metaforen. En die metaforen vinden sommige mensen dan heel erg overtuigend. Een andere Duitse filosoof, Hans Blumenberg, die heeft in dit verband een heel boek geschreven over een hele bekende metafoor die wij altijd verbinden met waarheid, namelijk de naakte waarheid. Of in het Engels de unvarnished truth. Hij spreekt in dit verband van absolute metaforen, waarmee hij bedoelt dat het een metafoor is waarvan we eigenlijk niet precies kunnen voorstellen waar het voor staat en wat het betekent. Het feit dat die metaforen gebruikt worden moet eigenlijk verhinderen dat we dat begrip waarheid helemaal niet begrijpen. En dus noemen we het maar naakt, alsof daardoor iets zichtbaar wordt wat anders niet zichtbaar zou zijn. Maar wat precies zichtbaar wordt, is niet helemaal helder. Dus dit zijn maar twee voorbeelden van hoe filosofen over die waarheid hebben nagedacht. Grofweg kun je zeggen dat er drie theorieën zijn. Hè? En die theorieën die gebruiken wij zelf ook zo in ons gesprek, in ons discours. En dan ga ik wat meer op een taalfilosofisch niveau zitten. Hè? De eerste theorie over de waarheid die we kennen is de zogenaamde correspondentietheorie van de waarheid. Ergens in de jaren 30 was de Poolse logicus Alfred Tarski op een conferentie in Parijs aanwezig. En hij sprak toen de zin uit. De zin sneeuw is wit is waar slechts dan en dan als sneeuw wit is. En uit aanmächtige bewondering kreeg hij een staande ovatie voor deze uitspraak. He, maar dat betekent dus in feite dat een bepaalde zin helemaal niets anders doet dan de werkelijkheid representeren, of spiegelen zelfs. He, dus dat is heel logisch. Dat is een waarheid. Dus, en daar proberen we mensen ook op af te rekenen. Op het moment dat ze iets zeggen,
hè, en bijvoorbeeld een feit tot expressie willen brengen, dan proberen we ze erop af te rekenen dat dat feit, hè, dat wat ze zeggen ook daadwerkelijk dat feit is. Dus, heel simpel, als ik nou bijvoorbeeld zeg, hè, het is hier in Driebergen op dit moment 5 graden, dan kan iedereen kijken of dat waar is. En dan check je dat. Hè, en dat is ook iets heel simpels. Hè. Dus, en die zin, het is hier 5 graden in Driebergen, dat is een zin die niets anders zou moeten doen dan de werkelijkheid corresponderen. Dan corresponderen met die werkelijkheid. Dat is 1 opvatting van de waarheid. Dat wordt al wat ingewikkelder op het moment dat ik niet zo'n eenvoudige observatieuitspraak doe. Want dit gaat om hele eenvoudige observaties. Ja, als je bijvoorbeeld zegt, stikstof is het grote probleem dat uitsterven op het platteland veroorzaakt. Oei, dan heb je in één keer een heel ander soort uitspraak. Die veel minder makkelijk spiegelt. Die veel minder makkelijk representeert. Dan wordt degene die die uitspraak doet ook in één keer belangrijk. Let op, als ik bijvoorbeeld de uitspraak doe, hè, het is hier 5 graden in Driebergen, en het blijkt ook inderdaad 5 graden in Driebergen te zijn, dan zal zelfs Donald Trump geen redenen zien om met mij te gaan bekvechten over de vraag of dit juist is of niet. Ik merk dat hier zelfs sceptisch over bestaat. Ja? Maar als ik zeg, hè, als ik zeg dat stikstof een van de belangrijkste veroorzakers is van de extinctiegolf. Ik heb een boek over uitsterven geschreven afgelopen jaar. En gepubliceerd. En dan krijg je een hoop gedoe. We leven dus in een tijd dat als het iets complexer wordt, dan is degene die een uitspraak doet, niet degene die zich als neutraal persoon kan verbergen achter de uitspraak die hij doet. Dat is het punt. Dan wil men weten, waar kom jij vandaan? Bij welke partij hoor jij? Ben jij niet degene die altijd al die boeren een beetje belachelijk maakt? En dat soort zaken. En dan, je bent niet langer die neutrale observator, nee, je wordt ergens ingetrokken. En dan gaat men in één keer twijfelen aan de vraag of de zin die jij hebt uitgesproken correspondeert of niet. Dat is lastig. Dat is ingewikkeld. Dan gaat men geïnteresseerd raken in welk soort zinnen jij verder uitspreekt. En daar komt een tweede soort waarheidstheorie naar voren. Niet waarheid als correspondentie, want dat is vaak te moeilijk, maar waarheid als coherentie. En die coherentietheorie van de waarheid, die zegt in feite dat een zin waar is als die past bij een hele hoop andere zinnen die je voor waar houdt. Dus wij hebben een bepaald soort gemeenschap en in deze gemeenschap vinden we dit waar en in die gemeenschap vinden we misschien dat waar. En dan gaan we die zin die we dan uitspreken in het licht bezien van datgene wat wij eerder geloofd hebben. Enorme discussies in de wetenschap hierover. Hè? Ja, als je een heel objectieve opvatting hebt van wetenschap en je zegt wetenschap is datgene wat vooruitgang boekt en steeds verder in de richting van waarheid gaat, dan moet je gewoon een correspondentietheorie aanhangen. Maar in de praktijk blijkt dat sommige wetenschappers, hè, gewoon heel anders aankijken tegen bepaalde zaken dan andere wetenschappers. Om jullie een klein voorbeeld te geven, hè, wij leven in ecopanische tijden. Hè, dat wil zeggen, dat is er nogal rondom klimaat en dergelijke, is er een enorm gedoe. Over wie spreekt hier nou waarheid, of wie spreekt hier geen waarheid. En in die ecopanische tijden wordt iedereen afgerekend op de vraag, niet zozeer of hij of zij waarheid spreekt, maar op de vraag waar hij of zij toe behoort. Dus een geoloog zegt in de wetenschap bijvoorbeeld, er is helemaal niks aan de hand. Die geoloog die ontkent dat dat zo is. Maar al die Earth System Sciences, die niet in de bodem liggen te verroeten en geen stratigrafisch onderzoek doen, maar die bijvoorbeeld atmosferisch onderzoek doen, die zeggen, er is wel wat aan de hand. En dan wordt het heel belangrijk om te weten waar iemand vandaan komt. Dat wordt dan superbelangrijk.
En dan gaan die geologen zeggen, jullie zijn allemaal alarmisten, system scientists. Die planeet die kan heel goed voor zichzelf zorgen. Die planeet, dat is het probleem helemaal niet. Die planeet die hoeft niet gered te worden, die redt zichzelf wel. En dan gaan die Earth System Scientists, die gaan dan zeggen, dat klopt helemaal niet. Want die planeet, ja, die heeft een biosfeer. En in die biosfeer gaat het eigenlijk allemaal helemaal niet zo goed. Kijk maar naar de biogeochemische flows. Stikstof-fosfaatcyclus en dergelijke. Of kijk maar naar de extinctiegolf, de zesde massa-extinctie. Dat soort zaken. He, dus er is van alles aan de hand. En dan gaan die geologen weer zeggen, jullie zijn alarmist. En jullie hebben als onderzoekers altijd baat bij alarmisme. Dat is ook heel duidelijk, hè? Dus, wat jullie nu doen, dan ga je ook dood aan volgens een professor in Cambridge. Zitten is het nieuwe roken. He, en een psycholoog zegt, eenzaamheid is de belangrijkste doodsoorzaak. Of een leveraar zegt, drinken is de belangrijkste loodzorg. Dus iedereen heeft zijn eigen set van uitspraken die voor waar wordt gehouden in die bepaalde club. En dat leidt dan ook tot een bepaald soort alarmisme. Dus met die coherentietheorie van de waarheid formuleer je dus eigenlijk dat waarheid groepsafhankelijk is. Het grote probleem met deze opvatting is dan dat je al heel snel beschuldigd wordt van allerlei vormen van relativisme. Dan ga je zeggen van ja, dan is dat waar en in die groep is dit waar en ja. En als je dan zo'n relativist bent, dus relatief, dat wil zeggen hè, de waarheid is relatief aan de groep waar je toe behoort, dan krijg je dus discussies. Dat is lastig. Ingewikkelde vragen gaan hier dus naar voren komen. Dus over het algemeen zie je dus dat als je nou kijkt hoe dit in die wereld van de wetenschap of in de wetenschapsfilosofie terugkomt, dan ga je bijvoorbeeld naar een belangrijke filosoof voor organisatieadviseurs. Dat is Thomas Kuhn met zijn paradigmatheorie. En hij zegt gewoon van iedere onderzoeker werkt vanuit een bepaald soort paradigma en in dat onderzoeksparadigma zijn bepaalde dingen worden voor waar aangenomen en in een ander onderzoeksparadigma worden andere dingen voor waar aangenomen. Waarom is deze meneer belangrijk? Hè? Een van de bekende boeken voor organisatieadviseurs, jarenlang door de adviesbonden gezien als het populairste boek überhaupt. Dat was dat boek van Gareth Morgan, Images of Organization. Jullie wel bekend, is niks anders dan een paradigmatische benadering van de werkelijkheid van organisaties. Waarbij je eigenlijk niks anders ziet dan hè, verschillende perspectieven, die hij dan images noemt, maar is heel erg gestoeld op die theorie van Kuhn over paradigma's. Vandaar dat men in die tijd ook wel eens de opkomst zag van polyparadigmatisch adviseren. Waarbij je dus managers en dergelijke gewoon leert hè, om met verschillende brillen naar dezelfde werkelijkheid te kijken. Hè? Maar wat is daar dan waar? Heel lastig. Dus, en dat is dat woord, hè, die aporie hè, van die waarheid, zit er volkomen in. Ik heb twee waarheden besproken, de correspondentietheorie van de waarheid. Nou, die is lastig, omdat we allemaal toch ook een beetje bang zijn voor de waarheid. Niet als het gaat om een observatieuitspraak, maar wel als het gaat bijvoorbeeld om onszelf. Hè, schrikken we daar een beetje voor terug. En die coherentietheorie van de waarheid, dat is nog een heel ander soort verhaal. Hè, waarbij je dus op die aporie van alles is relatief of afhankelijk terechtkomt. Waardoor je al snel beschuldigd wordt van een soort epistemisch relativisme en dergelijke. En dat zou je dan niet moeten willen. Oké. Dit is een derde theorie van de waarheid. Een theorie van de waarheid die ik eigenlijk veel interessanter vind. Hè, dat is meer een existentiële theorie van de waarheid. Die zegt dan, hè, er gebeurt af en toe iets in jouw leven. Wow. Daarna is niks meer hetzelfde. Daarna is alles anders. Dan is het waarheid als een soort, laten we zeggen, subversieve gebeurtenis. Iets wat alle orde omverwerpt. Iets waardoor je het leven nooit meer hetzelfde zijn. Dat kan variëren van een near-death experience.
Je hebt eens een keer een ziekte meegemaakt, hebt de dood in de ogen gekeken. En vanaf dat moment denk je over al die zaken helemaal anders. Tot bijvoorbeeld een grote liefde die in één keer in je leven binnenkomt. En denkt van, oh Jezus, wat ga ik nou weer doen? Wat een klerenzooi. Huh? Nou, dan is de grote vraag, hoe verhoud je je tot dit soort waarheden? He, dat is een interessante kwestie. En nou, wij zijn natuurlijk over het algemeen heel burgerlijk en heel bang. He, en dan gaan we dit soort waarheden wegmoffelen. Nou, dat is een hele geschiedenis van existentiële filosofie. Van Søren Kierkegaard, Martin Heidegger tot Alain Badiou, een hedendaagse filosoof uit Frankrijk. Inmiddels ook alweer 82. Die gewoon zeggen van, ja, kijk, het grote probleem in onze samenleving is dat wij die waarheid, die zo disruptief is, dat wij die waarheid eigenlijk nooit willen erkennen en gewoon proberen tot bedaren te brengen en te appeseren. Dus kalm aan, oh nee, dat gaat ons niet gebeuren. Die disloyaliteit ten opzichte van de gebeurtenis, ik citeer nou bijna die Alain Badiou, is een van de grote problemen die er is. Dat is iets wat je gewoon eigenlijk, we zijn te bang. Dus die derde vorm van waarheid, die zet ook alles op de kop. Dat is een vorm van waarheid die ons op de een of andere manier dwingt om anders naar onszelf te kijken. Om anders na te denken over onszelf. Het is transformationele waarheid, zou je kunnen zeggen. Maar die transformatie, daar zijn wij doorgaans heel bang voor. Nou, dit zijn de drie centrale filosofische theorieën over waarheid. Dat neemt niet weg dat er nog heel veel meer over verteld is, want het is een van de grote concepten in de hele filosofie en dergelijke meer. Die laatste waarheid, die existentiële waarheid, dringt in wetenschapsgebieden eigenlijk nooit door. Die eerste twee waarheden, die correspondentietheorie en die coherentietheorie, die vinden in wetenschappelijke discussies wel plaats. Nou weet ik niet of we er een interactieve sessie van moeten maken, maar dat komt omdat daar is enige discussie over, maar in een rationele wetenschapsopvatting probeer je juist dat soort existentiële gebeurtenissen een beetje weg te houden. Maar daar wordt heel veel over gediscussieerd. Wetenschappers worden over het algemeen geacht om neutrale observatoren te zijn van de werkelijkheid. Nou, wat is de discussie in die wetenschapsfilosofie? Dat kan helemaal niet, zeggen sommigen. Anderen zeggen, nou, als het niet kan, dan zou het in ieder geval zo moeten zijn. Dus krijg je een soort discussie over, moeten we wetenschap bedrijven als beschrijven als een bepaald soort sociaal proces, met allerlei politieke machtspelletjes en dergelijke, of moeten we wetenschap beschrijven als iets wat het idealiter zou moeten zijn? Namelijk allemaal objectieve, neutrale registrators van werkelijke gebeurtenissen. Nou, dat is een enorme discussie. De Franse filosoof Bruno Latour beschrijft het heel sterk als een sociaal proces. En dus hij vraagt zich bijvoorbeeld af, om er eens wat te noemen in een studie, over een oudere studie, over het leven in laboratoria. Wanneer heeft een professor, of waarom heeft een professor minder moeite om zijn vermoedens over een bepaalde gang van zaken in de werkelijkheid om te zetten in een hard feit dan bijvoorbeeld een net beginnende wetenschapper? Dus ik heb een bepaald soort vermoeden dat deze chemische reactie een aanwijzing is voor het feit dat een maagzweer veroorzaakt wordt door bacteriën. Dat was iets wat men heel lang niet geloofde, want maagzweren werden veroorzaakt door iets in de kop en dergelijke. Nou, en het blijkt dat als je een professor bent, dat je minder moeite hebt om dat vermoeden in waarheid om te toveren dan wanneer je net begint. Nou, dit soort feiten worden heel vaak beschreven. Nou, en dat zijn discussies waar het allemaal om gaat. Die existentiële dingen, dat zo'n professor misschien ook wel eens verliefd wordt op een student of wat dan ook, of omgekeerd, daar gaat het niet over. Dat moet je allemaal wegmoffelen. Maar het gekke is, als je juist die Kuhn kijkt met zijn paradigmatheorie, dan is het juist dat een omschakeling van de één paradigma naar het andere paradigma juist altijd bijna een existentiële gebeurtenis is. Mensen gaan in één keer heel anders kijken
naar de werkelijkheid. Dus reken maar dat toen Einstein het Newtoniaanse natuurkundeparadigma opblies, dat het voor veel mensen een heel ander soort idee was. Dat was een, even voor de helderheid, Newton heeft dat idee van die ruimte als een soort leegte, waar krachten op afstand op elkaar inwerken. Einstein verandert dat helemaal. Zijn idee is, die ruimte is een groot soort elastiek. Dus u bent geen van allen object in een ruimte. Uw lichaam is ook ruimte, maar dan met andere dichtheid dan datgene wat niet uw lichaam is. Ik hoop dat ik dat nou een beetje helder uitleg. En dat is een... Dus dat is, ik heb ooit ook nog eens theoretische fysica erbij gedaan, dus dat waren mooie onderwerpen altijd. Maar dat is hartstikke leuk. En al die wetenschappers, ja, die hangen dan toch nog op de een of andere manier een soort idee van rationaliteit aan, maar Einstein, die zat die hele rationaliteit niet helder. Heisenberg, ook zo'n grote wetenschapper uit die tijd en zo, die begint dan ook met zo'n soort van fundamenteel onzekerheidsprincipe. Wat zijn deeltjes eigenlijk, of wat is licht eigenlijk? Nou, dan is het antwoord gewoon, hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Dat is ook in de natuurkunde zo. Als je kijkt naar een golf, dan zie je een golf. En als je kijkt naar deeltjes, dan zie je fotonen. Dat is ook een interessant soort gedachte. Over die Heisenberg kun je van alles en nog wat vertellen. Maar dat was toch wel de meneer die, ondanks zijn onzekerheidsprincipe, toch nog wel hing aan bepaalde rationaliteit. Hij bezocht eens een keer die Niels Bohr, ook een collega van hem, die allemaal met die kwantummechanica bezig waren. Een Deen, en die Deen woonde in de buurt van Kopenhagen. Nou ja, dit gaat ook allemaal over waarheid. En in een mooie boerderij, en boven die boerderij bij die ingang hing een hoefijzer. Nou ja, de Heisenberg nogal verbaasd, en die zei, Niels, beste Niels, jongen, daar geloof jij toch niet in dat soort onzin? Waarop Bohr antwoordde, nee, natuurlijk niet, maar het schijnt ook goed te werken voor mensen die er niet in geloven. Dus, u begrijpt het, ja? Dus die theorie over die waarheid, die is lastig. Hè? En dus er zit alleen al een heel veel complexiteit en dergelijke zit erin. Dat is het eerste. Dit is een soort overzicht van wat filosofen te berde hebben gebracht. Plato is natuurlijk de oudste filosoof. Zijn grote probleem is altijd transparantie. Als wij het hebben over post-truth, gaat het in feite om de vraag, is waarheid transparant te maken? Is waarheid op dit moment iets wat we transparant kunnen maken in bijvoorbeeld nieuws? Ik sprak net voorafgaand aan dit geheel, sprak ik met een journalist, Wilbert, en die... We hadden het over bijvoorbeeld dat voor journalisten het vandaag de dag heel moeilijk is om ergens te gaan putten en te wroeten naar wat de ware verhalen zijn. Dat komt omdat je daarvoor bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek zou moeten doen. En onderzoeksjournalistiek is voor kranten met relatief weinig abonnees heel moeilijk en duur. Ik ken mensen die in Rusland wonen, die zich voortdurend ergeren aan het nepnieuws dat bij ons verspreid wordt over Rusland. Maar wij beschuldigen Rusland constant van het verspreiden van nepnieuws. Ik ben heel veel in Rusland geweest, omdat ik een dochter heb die daar gewoond heeft. En af en toe nog woont, want ze spreekt vloeiend Russisch, studeert die taal. En die ergert zich enorm aan de berichtgeving in Nederland over Rusland. Zeg, klopt geen zak van. Die journalisten... Moet zij soms als vertaler optreden, stappen allemaal in een bus. Dan gaan ze ergens heen, dan zien ze een persconferentie van een lokale magistraat, gaan ze weer terug en dan pennen ze op wat ze daar gehoord hebben. Maar gewone mensen worden nooit gevraagd. Dus dat is een lastig soort verhaal. Die waarheid veronderstelt een soort transparantie en is het transparant? Nou, dat is precies het grote vraagstuk waarmee die allegorie van de grot, waar Plato in het 7e boek van de Republiek mee komt. En even de context van het boek, dat is toch wel heel belangrijk. Want dat is een context die wij ook nog steeds hebben. En dat woord heb ik nog niet eens genoemd. Maar de Republiek gaat over de vraag hoe je een rechtvaardige samenleving indient.
En een rechtvaardige samenleving kan niet tot stand komen zonder waarheid. Dat is de gedachte bij Socrates, die dan opgevoerd wordt als de grote held in die dialogen van Plato. Dus het gaat eigenlijk om een rechtvaardigheidskwestie. En als de waarheid wegcijpelt, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om die rechtvaardigheid te bewerkstelligen. Dat is lastig. Nou, het verhaal is dan over die grot. Hè. Dat verhaal is denk ik bij de meesten wel bekend, heel kort. Mensen zitten gevangen in een grot. En die mensen die krijgen van alles voorgespiegeld. Hè, ze zitten met hun rug tegen de muur, zien een beeld achter zich, of voor zich. Hè, en dat beeld dat wordt door allerlei charlatans en dergelijke gemaakt. Het is een nepbeeld. Daar zitten ook geluiden in. Dat vergeet men heel vaak trouwens in de interpretatie van de grot. Het is ook een akoestisch gebeuren. Hè, die nepfiguren, sofisten genaamd, die maken geluiden, produceren beelden. En wat gebeurt er? Die mensen in die grot die geloven die beelden, maar zien niet wat voor bedriegers het zijn die het doen. He, ze maken letterlijk, die sofisten, komt van sofizo, dat is Grieks voor zij die anderen wat wijs maken. En zij denken, ja, god, dat is het dan, die beelden. En dat is dan waar. En dan is er eentje onder hen, dat eentje, slechts eentje, zo gaat dat verhaal, die weet dan uit die grot te ontsnappen. Die mensen zitten ook vast met kettingen en dergelijke. Kunnen nooit eens zo kijken. Nooit eens van perspectief veranderen. Kijken alleen maar zo. Helemaal gefixeerd. He? En eentje zit dan in die grot. Die weet zich op mysterieuze manier los te maken. Dat is een heel moeilijk proces. Waar heel veel pedagogische fantasieën op gebaseerd zijn later. Je moet je losmaken. Je moet je bevrijden en dergelijke. En die klimt dan omhoog. Ook een pijnlijk proces. Alles doet pijn. Hè? Maar als je de hele tijd zit, dan ga je dan, hè, dan kom je er toch uit. En dan plotsklaps gaat hij voorbij die bedriegers, die sofisten. Hij smokkelt zich daar voorbij. Hij ziet dat het allemaal neplicht is, nepbeelden zijn en dergelijke. En dan klimt hij nog verder. En dan in één keer is hij uit die grot. En dan ziet hij dan de waarheid. Nou, dat is een interessante vraag. Ziet hij dan de waarheid? De meeste mensen zeggen, hè, over Socrates, als hij die grot uitkomt, hij ziet de waarheid en komt die waarheid terugbrengen. Ah, maar dan heb je niet goed gelezen. Socrates ziet die waarheid niet. Wat Socrates overkomt als hij uit die grot klimt, is, let op, het gaat allemaal over transparantie. Hè, wat Socrates overkomt als hij uit die grot klimt, is totale verblinding. Precies zoals jullie nou allemaal naar die lamp kijken, zo vanuit mijn perspectief althans, word je verblind. He? En dan zie je even niet meer. Als ik zo kijk, en nu kijk ik naar u en zo, zie ik alleen nog maar een waas. Dat overkomt Socrates ook. Dat overkomt Socrates ook. Die ziet in feite, he, alleen maar een waas als hij de zon in kijkt. Maar één ding weet hij. Alles wat ik hiervoor heb gezien, dat is nep. Maar hij weet nog niet precies wat hij daar zag. En dan maakt hij een fatale beslissing, zeggen sommige critici van het hele verhaal. Bloemenberg bijvoorbeeld, die ik net even noemde. Hij gaat die grot weer in. Hij gaat die grot weer in en gaat dan de mensen vertellen hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Maar hij heeft gewoon een klote verhaal. Want hij weet niet precies hoe die werkelijkheid in elkaar zit. Hij weet het niet. Het is niet helder wat hij moet vertellen. Het is heel onduidelijk. Hij is een beetje helemaal benomen. Hij is een beetje in de war. Dat is het disruptieve van de waarheidservaring. Als je echt de waarheid zou zien, doen. Dan word je een beetje maf. Hè? En die mafheid van die ervaring is dat, hè, dat je de werkelijkheid ziet. De waarheid zien is ook altijd verblindend. En dan ga je terug naar die grot en dan ga je mensen iets vertellen waar eigenlijk helemaal geen goed verhaal achter zit.
Wat een heel lastig verhaal is. En die mensen in die grot die gaan dan doodleuk gewoon zeggen bij zichzelf van, hey, kom op, dat geloof ik niet. Jullie hebben helemaal geen goed verhaal. He? Of jij hebt helemaal geen goed verhaal. En dan gaat hij nog wat harder zeggen, ja, nee, mijn verhaal klopt, want jullie zijn dom. Want jullie laten je ringen loren door al die schaduwen die je daar tegenover je ziet. En je denkt, dat is de echte werkelijkheid, terwijl dat de echte werkelijkheid helemaal niet is. En dan worden mensen nog bozer en zo. En dan worden ze nog kwaaier. En dan is het grote tramelant en dan veroordeelden ze Socrates ter dood. Wat ook echt gebeurd is. Ja? Maar ja, voor mij roept dit één vraag op. En dat is een hele fundamentele vraag. Je kunt wel menen dat je gelijk hebt. Maar is het verhaal dat jij naar mensen slingert nou dermate overtuigend dat zij meegaan in jouw story? Dat is de grote kwestie. Je kunt wel menen dat mensen in illusies gevangen zijn, maar is jouw verhaal dermate beter, zoveel beter, hè, dat die anderen zeggen van, oké, I dig your story. Nou, wat hebben wij vandaag de dag, hè, in onze post-truth samenleving? Dat is namelijk de situatie waarin eigenlijk niemand gelooft. He, je hebt mensen die zich op een verlicht standpunt stellen. He, en die bijvoorbeeld zeggen, ja, wij weten wat er met het milieu aan de hand is. He, wij weten bijvoorbeeld dat die stikstofcyclus een groot gevaar is voor de bodem. Nou, jullie hebben meegemaakt hoe dat met die holbewoners die je boeren noemt, opgevangen wordt. Dat is, of denk ook eens aan Gilles Jaune. Dat was een milieumaatregel, belasting op diesel en dergelijke. En het wordt niet gepikt. Dus mensen hebben van nature de neiging om in tijden van postwaarheid iedere vorm van expertise aan te vechten. Daar gaat het om. Dat wordt ook wel eens genoemd de expertisecrisis. Of de crisis van de expertise, moet je eigenlijk zeggen. Dat is heel maf. Ik ga naar mijn huisarts en dan zie je dat al. Ik heb bijvoorbeeld een bepaald soort medisch probleem. Als ik bijvoorbeeld te veel bier drink, dan krijg ik jicht. Dan moet je een beetje mee uitkijken. Ik heb het al jaren niet meer gehad. Maar dat heb ik zelf een beetje uitgeknokeld. Hoe dat allemaal zit. Een paar boeken over gelezen. En ik weet inmiddels veel meer van jicht af dan welke huisarts dan ook. Aha. Maar huisartsen hebben daarmee te maken. Met burgers die alles van het internet verzamelen en dergelijke. En die zeggen, joh, ik weet het wel. Dat is een probleem dat in onze samenleving bestaat. Namelijk dat probleem dat die professional zijn of haar gezag kwijtraakt. We geloven die mensen niet meer. Dat is een direct gevolg van die postwaarheid. Niet automatisch worden de mensen nog geloofd. Maar is die boodschap die je terugslingert, die grot in, is die overtuigend genoeg? Is het helder? Heb je een goed verhaal? Ik heb wel eens in een stuk voor Trouw dat over dit probleem ging. En ook destijds voor Vrij Nederland heb ik wel eens gezegd. Ik gun wetenschappers met Nietzsche in het achterhoofd, waar ik het eerder over had, goede, krachtige metaforen. Ga ik nog een onderscheid inbrengen. Misschien heb je geen waarheid nodig, maar misschien kun je wel waarheidseffecten produceren. Dat is een onderscheid dat de Franse filosoof Michel Foucault maakt. Dan hoef je niet meer te discussiëren over de vraag of iets waar is of onwaar is. Maar doet het wat met mensen? Komen ze erdoor in beweging? Verandert het iets? Zo zou je er ook naar kunnen kijken. Maar die professionele expertise, dat is een van de grote dingen die je als gevolg van die post-truth society ziet. Niemand gelooft het nog. Ja, op een heel basaal, oppervlakkig niveau kunnen we het nog wel eens worden. Dat is precies die thermometer. 5 graden, dan zijn we het eens. In Driebergen. Maar als we een hele hoop van dat soort registraties nemen, nou praat ik even als wetenschapsfilosoof weer, en we gaan vervolgens op basis van een sample van ongeveer
vijf jaar lang kijken naar de temperatuur in Driebergen en komen dan met een suggestie dat er misschien sprake is van klimaatopwarming, dan gaan mensen afhaken. Dan is het te ingewikkeld geworden. Ja, of heel elementair, simpel observatie, zijn we het nog wel eens. Maar over wat die observatie betekent, of zou kunnen zijn, of zou kunnen betekenen, daar zijn we het eigenlijk niet meer over eens. Dan wordt het ingewikkeld. Ja? En dat zie je dus ook. Ja, ik probeer het wel eens zo uit te leggen als het over klimaatopwarming gaat. Ik ben een van de mensen die actief participeert in dat debat. Ja, dat er over het algemeen geen twijfel is over klimaatopwarming. Ook Trump, ook Baudet geloven allemaal in klimaatopwarming. Dat is allemaal toegegeven. Maar dan ga je een laagje eronder kijken. En dan ga je zeggen van, hoe wordt het veroorzaakt? Wordt het veroorzaakt door mensen of wordt het niet veroorzaakt door mensen? Hey, dan zie je al dat de dissensus ook binnen de community van wetenschappers een stuk groter is. He? Dan worden de mensen alweer niet helemaal eens met elkaar. He? Is het antropogeen of is het niet antropogeen? Dat zijn dan kwesties. En als het dan antropogeen is, wat zou je eraan moeten doen? Nou, en voordat je het weet zit je met klimaattafeldiscussies. He? En wordt de zaak heel erg complex, heel erg ingewikkeld en wordt het dus ook politiek. Want die politiek, zeggen die wetenschappers natuurlijk, die is al helemaal niet meer in staat tot het vinden van waarheid. Vandaar dat ik in die wetenschappelijke kringen ook heel vaak mensen tegenkom die gewoon doodleuk zeggen van, ja, politiek moet je gewoon afschaffen of je moet dit soort beslissingen die je moet nemen met betrekking tot klimaat eigenlijk niet langer aan de politiek overlaten. Dus daar zit ook een ingewikkeldheid in, hè? Want die klimaatwetenschappers zeggen bijvoorbeeld, we zitten allemaal in hetzelfde bootje. De wereld gaat naar de kloten en naar de verdommenis. Hè? Nou, zeggen ze ergens anders, dat is helemaal niet zo. We zitten helemaal niet in hetzelfde bootje, we zitten allemaal in verschillende bootjes en de een wordt harder geraakt dan de ander. Rusland zou bijvoorbeeld echt wel eens baat kunnen hebben bij klimaatopwarming, wat ook zo is. Ik ging bijvoorbeeld met mijn studenten, dan zie je ook weer wat waarheid is. Hè? Ging met mijn studenten naar Rusland, hè? En sprak daar met klimatoloog. En die kunnen niet hard genoeg wachten op klimaatopwarming. Die denken dat ze daar voordeel bij hebben. Waarom? Nou, dat is iets wat wij heel moeilijk vinden te accepteren. Maar die zeggen dan bijvoorbeeld, ja, hey, die noordelijke IJszee als die smelt, dan heb je een hele snelle route van Rotterdam naar Shanghai. Poetin heeft het al aangeduid als het tweede Suezkanaal. He, dat is een interessante gedachte. He? Boefs! He? En dan kun je heel snel. Dus wat zegt zo'n klimatoloog doodleuk tegen mijn studenten? En zo, het mooie van die tweede Suezkanaal is dat dat een tochtje is dat ongeveer de helft is van het normale tochtje door het eerste Suezkanaal. In termen van kilometers. Wat ik zo wist, normaal is 13.000 cml. En de weg die Barend en Van Heemskerk, die noemden ze dan ook nog. Propaganda. Voor mijn studenten ooit aflegden, die is maar 6.000, 7.000. En, dat scheelt brandstof. Want de meeste brandstof gaat in die boten, in die vrachtschepen. Dat is de basis nog van onze economie. Dus en dat scheelt de helft aan brandstof. En dan zeggen ze doodelijk, tel uit je milieuwinst. He? En dat is helemaal, ja, een van die studenten is dan heel slim. Ik zit maar even te vertellen hoe dit discussie is verlopen. En die zegt, ja, maar straks, ook als gevolg van die klimaatopwarming. Jullie hebben het dan over die boottocht van Rotterdam naar Shanghai of zo. En dan via de Noordelijke IJszee. Maar Rotterdam zal er straks niet meer zijn. Als gevolg van de zeespiegelstijging. En dan zeggen die klimatologen, ja, maar dat is jullie probleem. He? En dat heeft hij ook gelijk in. He? Want daar wijzen ze er ook op, he? Dat die Russen lange tijd zoveel last hebben gehad van de kou. Ja, nou ja, daar hebben we ook nooit medelijden mee gehad. Als het dan min 50, min 60 was. Zien jullie hoe dat hier geschipperd wordt met waarheid? En dan zegt die klimatoloog, jullie moeten niet vergeten dat poolkappen in de geschiedenis van deze hele planeet volstrekt uitzonderlijk zijn geweest. Waar hij ook gelijk aan heeft. En jullie zitten dan maar een beetje te jeremiëren over die ijsberen hier. Maar die ijsbeer is strikt genomen gewoon een mislukte bruine beer.
die weggeconcurreerd werd naar het noorden, waar die ook gelijk in heeft. Dus je hoeft je helemaal niet te bekommeren om die zielige ijsberen die zich nog vastklampen aan een ijsschors. Die beroemde foto, die iconisch is en die dan de waarheid gaat representeren voor klimaatopwarming. Nee, klimaatopwarming wordt heel dubbel gedeeld. Vandaar hè, dat in discussies hierover wil ik zeggen. Kijk, ecologie en politiek, dat gaat niet samen. Of een van de grote kwesties in de komende tijd wordt, kun je politiek ecologiseren of ecologie politiseren? Dat wordt een hele ingewikkelde vraag. Nou, ik heb genoeg laten zien, denk ik, over hoe die discussies spelen. Je kunt bijna niks meer zeggen, hè, of je wordt niet geloofd. Ik begon met dat verhaal over professionals. En die professionals, dat is natuurlijk iets heel interessants, omdat professionals van oudsher geacht worden om een soort van speciale verhouding te hebben tot de waarheid. Dat is precies wat ze tot professionals maakt. Dat is ook precies waarom ze een eed afleggen. De eed, de horkos in het oude Grieks. Dat leg je altijd af. Hè, in de hoop dat je dan de waarheid spreekt. Voor een rechtbank doe je dat. En je hoopt het ook als je een belofte doet of een eed of weet ik veel wat. Ik vind overigens een eed, want als God meekijkt, dan heb je toch gewoon het gevoel dat de waarheid als het ware over je uitstraalt. In plaats van als je alleen maar iets belooft. Ik weet ook niet precies wat betekent wat ik nu zeg, maar denk er maar eens over na. Ja, kijk, als God meekijkt, horkos, dat is het Griekse woord voor eed, ik wil het wel verder uitleggen, maar dat was ook het Griekse woord voor hekje, waar achter degene die voor de rechtbank stond, hè, dat beklaagde, altijd stond. En dat was een speciaal soort plekje, en daar keek de God horkos ook mee. En dan moest je de waarheid vertellen. He, dan heb je in één keer een soort uitstraling van de waarheid en dergelijke. En als je dan nog liegt op dat moment en dan nog meinedig bent, ja, dan nemen mensen je dat heel kwalijk. In de oude traditie van die oude Grieken betekende dat die horkos, die zat dan verborgen in zo'n zaal als een oud mannetje en dergelijke. Maar eenmaal buiten transformeerde hij plotsklaps en werd hij een jongeling van ontzettende kracht en dan sleepte hij jou mee naar de rotsen en dan gooide je af van de rotsen. Dan werd je altijd gestraft. Wie de waarheid niet sprak op het moment dat de waarheid over je uitstraalt, ja, dat mag niet. En dat beschouwen wij nog steeds als een zonde. Heel af en toe creëren wij dus podia die de bedoeling hebben om die waarheid naar voren te laten brengen. En dan liegen, dat vinden we niet goed. Daar hebben we een hekel aan. Dat is niet goed. Oké. Wat betekent dit nou voor organisatieadviseurs? Want ik heb wat gezegd over crisis van professionals als gevolg van die post-truth samenleving en dergelijke meer. In de eerste plaats kun je de vraag stellen, zijn die organisatieadviseurs wel professionals? Dat is een interessant soort vraag. Hè? Ik heb hier jaren geleden is precies over deze vraag een proefschrift geschreven. En ik heb me nogal veel bezig gehouden met die organisatieadviseurs en managers ook en dergelijke. En het komt mij toch voor dat ze een hele onheldere professionele identiteit hebben. Dat het niet helemaal duidelijk is. Ik heb de bonden, hè, zoals die geweest zijn, je had er altijd twee, heb ik ook altijd gezien als groepen die proberen om een soort professioneel ethos in die hele wereld van organisatieadviseurs te krijgen. En ik weet natuurlijk niet helemaal of dat gelukt is. Maar dat moeten de andere mensen maar beoordelen. Maar wat ik bedoel met een professional, dat is dat een professional, dat is iemand die een helder soort identiteit heeft. En die heldere identiteit, dat heeft te maken met het soort werk dat hij doet. Een dokter heeft een heldere identiteit. Een loodgieter heeft een heldere identiteit. Een piloot, een brandweerman. Er wordt echt onderzoek nagedaan, vraagt kleine kinderen bijvoorbeeld wat ze later willen worden. En dan benoemen ze dan altijd brandweerman, piloot en dergelijke meer. Als ze een jaartje of 10 zijn.
He, dat is dus interessant. En dat doen ze dan ook. He, maar ze noemen nooit manager of organisatieadviseur. Wat iets merkwaardigs is. He, dus dat zullen ze nooit doen. Ze pas vanaf de 13e, 14e. He, dat onderzoek was 20 jaar oud en er wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. En steeds is het nog steeds bevestigd. Vraag kinderen wat ze later willen worden. En ze noemen een echte professie. Waarom noemen ze een professie? Omdat binnen de professie heel duidelijk is wat waar en onwaar is. Omdat heel duidelijk is wat je moet doen. Omdat heel duidelijk is wat jij komt brengen. Omdat heel duidelijk is waar het eigenlijk allemaal om draait. Omdat ook bijvoorbeeld heel duidelijk is wat de opleiding is die je hiervoor gedaan hebt. Dat is bij organisatieadviseurs of bij managers veel minder het geval. He, je doet meestal geen opleiding voor organisatieadviseur. He, op de universiteit wordt dat niet gegeven. Ja, hey, ooit hadden we nog zoiets in de claim bij mij op de universiteit in Nijmegen. Dat als je werkt op de faculteit bedrijfskunde of managementwetenschappen heet die faculteit. Dat de bedrijfskundigen daar ook voortreffelijke managers en adviseurs zouden worden. Nou, dat is niet zo. Daar is dus iets merkwaardigs aan de hand. He, en dus, wat zou nou in feite hier kunnen gezegd worden over, laten we zeggen, de status van de expertise die zo'n organisatieadviseur kon brengen? Dat is een vraag waar ik wel langer mee kamp. En wat is de basis van jouw autoriteit of jouw gezag, jouw expertisegezag? Interessante kwestie. Van oudsher, ik weet niet of de ouderen onder jullie dat nog kunnen herinneren, maakten we in de advieswereld het onderscheid tussen ambiguë en disambiguë expertise. Ambiguë expertise, dat is de soort van expertise dat je hebt, waarbij je eigenlijk gewoon geen verschil hebt met de klant die je probeert te bedienen. Alleen dit ene ding, jij weet iets anders dan wat de klant in te brengen heeft. Disambiguë expertise, dat is de expertise die veel duidelijker is. De klant is veel meer intellectueel, technisch, noem maar op, afhankelijk van de adviseur. In het eerste geval, ambiguë expertise, kun je meer denken aan procesconsultancy of zo. En in het tweede geval kun je veel meer denken aan gewoon een bepaald technisch systeem of een ICT-systeem en dergelijke implementeren. Nou weet ik wel, die grenzen zijn heel vaag. Maar zo zou je een wetenschap van het advies kunnen neerzetten. En als ik zeg wetenschap van het advies, moet u één ding goed in de gaten houden. Ik definieer wetenschap altijd als een poging om weten in schappen te stoppen. Dat die schapjes niet helemaal kloppen en niet helemaal waar zijn, dat moet ook volstrekt helder zijn. Maar je hebt allerlei tussensituaties en iedereen komt ook wel eens in een verschillende rol terecht. Maar voor mij blijft altijd gewoon een hele een soort raadsel. Hè, waarom organisaties advies zouden willen inhuren. Hè, wat komen die adviseurs brengen? Hè, dat is een interessante kwestie. Hè, en waarom hebben ze die nodig? Toen ik organisatieadviseur was, toen merkte ik bijvoorbeeld al dat ik heel vaak vond dat degene die mij ingehuurd had en contact had opgenomen, de oorzaak van alle rasmodee was. En dat was heel lastig, maar dat mocht ik nooit zeggen natuurlijk. Omdat als je dat ging zeggen, ja, dan had je kans dat je business misliep. Een aporie, dames en heren. Een typische advieskundige aporie. Kun jij dat zeggen? Kijk, voor mij is er ideale organisatieadviseur een soort spion. Ik ben altijd, dat is een filosoof in mij, dat is de adviseur, de adviseren, dat is degene met het extra oog. Die meekijkt in datgene wat er gebeurt. En die dan hoopt dat hij iets ziet waar anderen wat van kunnen opsteken. En misschien wel, om het met Foucault te zeggen, een soort van waarheidseffect produceert. Zonder dat ik nou meteen claim dat ik die waarheid ook echt weet.
in die organisaties. Van wat doen we als organisatieadviseur? We praten eens met die en met die. We gebruiken onze ervaring. We proberen die ervaring op een coherentietheorie van de waarheid te belichamen en dergelijke. En dan, ja, dan hoop je dat daar iets mee kan gebeuren en dat dat interessant is. En dat het op de een of andere manier werkt. Maar is nou, zie je het nou ook eens in de termen van die allegorie van de grot? Je hebt speciale kennis, je hebt speciale trucs, je hebt instrumenten, je hebt blauwdrukbenaderingen, je hebt meer procesachtige benaderingen en dergelijke meer. Maar als je die, dus die grot ingooit, die we de organisatie noemen, wat hebben ze daar nou aan? Wat is eigenlijk overtuigend aan datgene wat je doet? Zelf maak ik heel vaak mee, hè, als ik organisatie, ik zie ze ook op de universiteit en elders. Dus tegenwoordig zelfs bij die voetbalclub waar ik mijn lezing mee begon. En dergelijke. Het hangt heel erg af, heel erg sterk vind ik ook, zeker in die ambiguë situaties, van de personages die daar komen. Kunnen ze luisteren? Of zijn ze bijvoorbeeld ook in staat om niet meteen een apodictische waarheid op te leggen en de waarheid als het ware uit te stellen? Ik kan me ook herinneren dat ik wel eens mensen van een GGZ-instelling kreeg naar aanleiding van wat adviseurs. En die zeggen gewoon van, hé jongens, hier heb je het hele systeem, de hele blauwdruk, heel technisch. En dat moeten jullie gewoon uitvoeren. En dan komt het allemaal goed. Maar het kwam niet goed. En dat zijn van die mensen die dan heel vaak denken dat het systeem belangrijker is dan de werkelijkheid. En een soort Hegeliaanse adviseurs noem ik ze wel eens. Nou, de filosoof Hegel, die ooit eens zei dat hij een perfect systeem had bedacht om de wereld te verklaren. Waarop een student in zijn collegezaal zei van, maar wat nu als dat systeem niet klopt? Dan zei hij, dan is dat niet jammer voor het systeem, maar jammer voor de wereld. Nee, dus maar dat bestaat en dat kan ook allemaal heel nuttig zijn. Maar die ambivalentie die dus in dat organisatievak zit, is dat, die professionele ambivalentie, is dus dat iedereen daar op zijn eigen manier in staat. Er is niet, net als in de wetenschap, een soort consensus over wat een goede methode is. En nou, dat is niet erg. Ik zeg dat niet om dit aan te klagen, maar dat is veel meer zoiets als een herinnering, zou ik willen zeggen, aan het feit dat wat wij doen altijd als organisatieadviseurs een uitermate gespannen verhouding heeft met wat het ook is, die waarheid. Dat is iets ingewikkelds. Denk maar eens na, wanneer heb je het gevoel dat je alles op tafel hebt gekregen? En wanneer heb je het gevoel dat je ook daadwerkelijk heldere boodschappen, die toko, die tent, weer in kunt gooien? Dat is een ingewikkeld vraagstuk. Ik ben daar wat dat betreft nooit uitgekomen. Maar ja, ik ben ook filosoof genoeg. En ik zei al, wij denken aporetisch. Dus het is ook een beetje de taak om er nooit uit te komen. Nou, laat ik even samenvatting wat ik gedaan heb. Hier, ja, en dan hou ik op. Ik heb eerst wat verteld over wat filosofie is. In aporieën denken. Ik heb daarna wat verteld over waarheidstheorieën. Ik heb 3 waarheidstheorieën onderscheiden. Correspondentie, coherentie en een soort existentiële vorm van waarheid. Je kunt ze natuurlijk niet goed onderscheiden. Ze gaan allemaal in elkaar over. Maar dit zijn grofweg de 3 grote theorieën die je dus krijgt. Ik heb vervolgens nog een verwijzing gedaan naar die grot, dat grotidee. En ik heb daarmee willen laten zien dat in die wereld van post-truth, dat die hele grotidee eigenlijk nooit draait om waarheid. Maar alleen maar om een soort van correctie van wat elders geloofd wordt. Maar niet uit naam van de waarheid, maar vanuit inzicht dat je weet dat iets onwaar is. En dat is wat Socrates is die eenmaal uit die grot ontdekt. En dus je betrapt iemand af en toe eens op een onjuistheid. Dat weet hij ook wel heel goed. Want dat is natuurlijk de grote claim van Socrates. Het is niet dat hij waarheden die grot incirkelt.
wat hij in feite of insmijt, maar wat hij in feite doet, is helemaal niks anders dan, hey, ik weet het ook niet. Wat hij daar ontdekt daarbuiten, dat is, ik weet het niet. Dat is de beroemde ignorantiemethode die hij heeft. Hij zegt altijd, ik weet het niet. Vervolgens heb ik dat wat gekoppeld aan hedendaagse wetenschappelijke discussies. En die wetenschappelijke discussies die draaien nooit om zekerheid. Die Earth System Sciences, klimatologie, oceanografie, atmosfeerchemie en dergelijke. Nooit zie je daar een geloof in apodictische zekerheden en apodictische waarheden. De IPCC, om maar eens iets te noemen, onderscheidt scenario's die heel waarschijnlijk zijn en scenario's die zeer onwaarschijnlijk zijn. En de hele gradatie daartussenin. Hedendaagse wetenschap is puur probabilistisch. Gaat dus uit van waarschijnlijkheden en dergelijke. Wij hebben dan snel de neiging om te zeggen van, hey, dat is niet langer rationeel. Nou, mijn vraag, waar ik dan mee wil eindigen, ook naar aanleiding van die kleine beschouwing over organisatieadvieskunde, is datgene wat wij doen ten opzichte van die organisatie, hè, is dat nog rationeel? Of gaan wij af op hele andere impulsen dan de waarheid? Hè, hoe verhouden wij ons daartoe en wat doen we daarmee? Kortom, de waarheid, dat is een verhaal dat we graag vertellen. Maar ik denk uiteindelijk, hè, en dat heb ik nog helemaal niet verteld, dat de waarheid, of een absoluut soort waarheid, eerder, en dat is dan de conclusie die ik wil trekken, iets religieus is dan iets dat bij wetenschap hoort, of dat hoort bij For That Matter. Organisatie, advieskunde. Ik dank u zeer. Dank u. René, dank je wel. Het is wel iets om even een beetje op te kauwen, denk ik. Maar misschien zijn er mensen die al meteen bij het kauwen ook een vraag hebben. Wie zou ik het woord kunnen geven? Ik zie daar een hand. En dit doe ik samen met Theo. Dankjewel, Theo. Hou hem wel vast. Okay. Ik had eigenlijk een vraag. Ook in de natuurwetenschap is het zo dat je nooit iets kunt bewijzen, alleen maar hypothesen kunt formuleren en eventueel falsificeren. Is dat ook niet een manier om naar de waarheid te kijken? Nou, dat verwijst naar Karl Popper, de wetenschapsfilosoof, die natuurlijk gezegd heeft, je moet niet geloven in verificatie, omdat verificatie is een heel onnuttig en oneconomisch principe. Dus je kunt beter dingen gaan falsificeren. Dus als jij een theorie formuleert, je moet je theorieën zo algemeen mogelijk formuleren, volgens Popper. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, alle zwanen zijn wit. En dan krijg je allerlei bevestigingen, hè, volgens de verificatie. Hey, je ziet weer een witte zwaan, je ziet weer een witte zwaan, je ziet weer een witte zwaan. Soms zie je een modderige zwaan, maar die kun je dan schoonmaken en dan blijkt dan toch wit te zijn. He, en zo werkt dat dan. En dat is heel onhandig. Dus als je nou gewoon zegt, alle zwanen zijn wit, dan hoef je maar één keer een zwarte zwaan te zien. En dan weet je, die theorie klopt niet en dan moet je hem opgeven. En zijn hele normatieve ideaal, dat is belangrijk, van wetenschap is, dat ze op deze manier de waarheid en onwaarheid van datgene wat ze zeggen onder ogen willen zien. Nou, en een van de bekende kritieken op Popper is dat wetenschappers meestal niet zo dapper zijn om dat te doen. En dat heeft ook te maken met menselijke, al te menselijke eigenschappen. Als ik een bepaald soort theorie formuleer, als wetenschapper, bijvoorbeeld over de rol van een bepaald soort broeikasgas in de atmosfeer. En die theorie die wordt later volstrekt ontkend. Of er is steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat die theorie niet helemaal klopt. Dan moet je niet zeggen dat ik heel enthousiast ga worden over de weerleggingen van deze theorie. Dus de bekende kritiek is dat heel veel wetenschappers hun eigen theorieën tautologiseren. Dat wil dus zeggen zo formuleren dat die theorieën altijd waar zijn. Over waarheid gesproken. Dus dan ga ik bijvoorbeeld een theorie maken als morgen regent het of regent het niet. Dat is altijd waar. Ja, toch? Dat is toch heel logisch. Dus, en zijn grote kritiek op allerlei wetenschappelijke
stromingen, bijvoorbeeld de psychoanalyse of het marxisme, is dat ze hun theorieën hebben getautologiseerd. Een tautologie is een uitspraak die altijd waar is. He, dus bent u seksueel gefrustreerd? En dan zeg je ja, nou, dan kun je sowieso op de divan plaatsnemen. Maar als je nee zegt, dan leid je aan verdringing. He, dus hier zie je dus hoe de waarheid erbij gestopt wordt. Ik vind de bijdrage van die falsificatietheorie van Karl Popper vind ik weliswaar heel nuttig. Maar zijn beschrijving van mensen van vlees en bloed, die wetenschappers ook zijn, die deugt niet. Die is te normatief. Mensen beschermen hun uitspraken en hun gedachten. En je moet wel een paar keer je best doen om jezelf te willen laten falsifiëren. Kun je dan zeggen of de waarheid ook met menselijke zwaktes te maken heeft? Kijk, het is heel lastig. Als je nou kijkt in die discussies die bijvoorbeeld gevoerd worden over die klimaatopwarming. Het is inderdaad zo dat bijna geen geoloog eraan wil. Je hebt nou zo'n term in die wetenschap, daar heb ik een heel boek over geschreven, Anthropoceen. Dat is het tijdperk waarin de mens voor het eerst invloed uitoefent op wat er op die planeet aan de hand is. En die invloed wordt over het algemeen gedacht als nefast. En, oké, dat snap ik allemaal. Maar dan heb je die geologen gaan daar gewoon niet aan. En dan krijg je echt zo'n soort debat. Ja, kom, hoezo Anthropoceen? Wij willen stratigrafisch bewijs en dat laat ons zien wat waar is rondom deze aarde. Die discussie wordt ook echt gevoerd in termen van waarheid en onwaarheid. En stratigrafisch bewijs, dat is, want je wil heel veel botjes zien. Bijvoorbeeld van dinosaurussen in de aardlagen. En dat soort zaken. En als antropoceen een woord is dat de geoloog zou moeten overnemen, dan zou je dus antropos heel veel bewijs van menselijke resten in die aardlagen moeten zien. En dergelijke. Nou, we hebben al met al aan menselijke botten niet meer dan 2 lijkkisten vol. Nou, dat is veel te weinig. Dat overtuigt een geoloog niet. Maar dan krijg je die andere groepen en die zeggen gewoon van, ja, hallo jullie geologen, 80-90% van jullie krijgen allemaal een baan in de fossiele industrie. En die hebben dus een belang bij het verdoezelen van wat er allerlei dingen aan de hand is, zodat we lekker geld kunnen blijven verdienen. Dat is dus echt, dat is dus heel interessant. En zo wordt er met nogal wat met pek gesmeerd zo over en weer. En het is voor de gewone burger heel moeilijk om uit te maken wie hier nou waarheid spreekt of niet. Ook een heel interessant geval daarvan is die Green Deal die nu in Europa onder bezielende leiding van meneer Timmermans gemaakt wordt. 100 miljard. Nou, ik heb eens even wat websites nagegaan. Dat doe ik. Ik ben columnist voor het Financieel Dagblad al sinds 20 jaar of zo. En ik weet het niet eens meer. Maar goed, ik heb even wat websites nageplozen om dit ook in een soort kader te plaatsen. 100 miljard, dat was wel heel veel. Hè? Er waren politici die zeggen van meneer Timmermans, die begint zich nu echt te bemoeien met ons leven. En die wil tot in het haarvaten van het huishouden doordringen. En dergelijke. Dat is totalitair, dat is griezelig. Maar echt, die 100 miljard is klein bier met wat er de komende 5 jaar geïnvesteerd gaat worden in fracking en schaliegas. He, gewoon, kun je gewoon opzoeken op het internet en zo. He. Maar de beschattingen zijn dat ongeveer 12 keer zoveel de komende 5 jaar in dat soort technieken geïnvesteerd gaat worden. Door de olieindustrie, waarvan 85% in Duitsland. Dat wil zeggen, ik spreek over 1,2 triljoen. En dat is een heel ander bedrag dan 100 miljard. Even, hè, dat laat zien hoe de machtsverhoudingen in de wereld in elkaar zitten. Nou, dat heeft allemaal met, kijk, wat hier voor de gewone burger nog waar en onwaar is, dat is dus heel moeilijk om in te schatten. Want wij denken, en overigens, die cijfers zijn uitermate complex. Er is heel veel onderzoek naar cijfers. Emotioneel maken wij geen verschil tussen 100.000 en 1 miljoen. Maar het is wel heel veel. Ja. En daar nemen bestuurders beslissingen op. Ja, Wilmot, Ekjamel, zijn allemaal onderzoekers. Hè. Vosselman, mijn vriend, die dit. Het bewustzijn van cijfers en dergelijke.
René, we doen nog even een vraag. Ja, sorry. Ja? Ja. Ik zie die ook nog even. Nou, het is een vraag die hierop aansluit. Want wat ik ook in jouw verhaal over Rusland hoor, en over de hele klimaatdiscussie, er zit vaak, en over de geologen ook, er zit vaak een heel groot belang achter. Ja. Achter bepaalde waarheden. En als je het belang kent, snap je misschien, want bijvoorbeeld een geoloog kan me voorstellen dat hij anders kijkt dan een klimaatwetenschapper die de atmosfeer in, onderzoekt, omdat hij op een heel andere tijdschaal kijkt. En ook naar andere effecten kijkt. Ja. Dus, maar er kan ook een belang achter zitten dat hij voor de olieindustrie wil werken. Maar waar zit hem dan de waarheid? Ja, maar dat heb ik net proberen uit te leggen. Namelijk dat ik dat niet precies weet. Kijk, er is hier nog een dame, even. Die geoloog die kijkt naar de zogenaamde diepe tijd. En die diepe tijd, daar is enorm veel over te discussiëren. En heel veel gedoe over. En die zegt inderdaad, ja, de diepe tijd, leven is maar uitzonderlijk. De dood is de regel in het universum. En vanuit een eeuwigheidsperspectief, het universum, de planeet is 4,5 miljard jaar oud. En het universum is 13,4 miljard jaar oud. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Wij mensen zijn er net 250.000 jaar, onze soort. En die zegt allemaal, stelt geen zak voor. Kijk, dat kan ik ook. Dat zei Spinoza natuurlijk ook, hè, de grote Nederlands-Joodse filosoof. Die zei subspecie eternitatis. Vanuit eeuwigheidsperspectief is alles onbelangrijk. Dus kijken of dat ook geldt voor de volgende opmerking. Mag ik even een zoeken? De microfoon niet weg, heb ik geleerd dat je dat nooit moet doen. Ja. Nou ja, daar ging eigenlijk mijn vraag over. Ik heb het vermoeden wat we nu bespreken, is de relevantie van waarheid. Niet zozeer de waarheid zelf, maar de relevantie. En dat is essentieel voor onze professionaliteit. Wat is de relevantie van de expertise, de waarheden die wij vertellen, die wij door willen geven. Maar ik denk ook dat dat in uw vak, de filosofie, uiteindelijk de kernvraag is. Wat is de relevantie van de waarheid? Nou ja, ook hier heb ik natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 een vraag over, of een antwoord op. De relevantie van waarheid, ik heb geprobeerd om dat in ieder geval duidelijk te maken, is dat als waarheid verdwijnt, als er geen toegang meer is tot waarheid, dan hebben we het gevoel dat de rationele grondslag onder datgene wat we aan het doen zijn kwijt is. En dat is een lastige zaak. Wij vinden het bijvoorbeeld griezelig als politici beslissingen nemen die helemaal gespeend zijn van ieder contact met laten we zeggen, de werkelijkheid. En dus de waarheid is een soort basis van een soort rationaliteitsbeginsel. En wij leven in een tijd waarin dat heel moeilijk is. Overigens, ter vertroosting kan ik zeggen zolang er wetenschap is, is er deze discussie. Ik schrijf nu een boek over het weer, de meteorologie, de geschiedenis van meteorologie. En ook in de oudheid al meteen discussies. Hoe kun je dat nou allemaal weten? Er komen verklaringen bijvoorbeeld over het ontstaan van wervelwinden of het ontstaan van aardbevingen. Dat was in de oudheid ook een meteorologisch verschijnsel. Dan zei je meteen, Aristoteles, hoe kun je dat nou weten? Je bent nooit in die wolken geweest. Je kunt toch niet vliegen? En dat soort zaken. Dus werd al heel snel gezegd dat iedereen die over zoiets onzekers aan het praten was, als het weer, ja, die moest wel een bedrieger zijn. Er moest een charlatan zijn. Een meteofenakus. Een Pietje Paulusma van het weer. Dus fenakus is een woord voor charlatan. En die werden ook beschuldigd van sofisterij. Dat zijn precies die mensen die die verkeerde voorlichting geven. Of in Aristophanes, de wolken, een heel beroemd toneelstuk, wordt Socrates neergezet als een vent die alleen maar in de wolken zit. En die alleen maar leugens vertelt over iets wat hij toch niet kan weten. Dat hele domein tussen hemel en aarde,
weer is van oudsher epistemologisch heel erg ingewikkeld toegankelijk geweest. Niet toegankelijk te maken. Daar wisten we niks van. Die oude Grieken wisten precies hoe ze een zonsverduistering moesten voorspellen. Dus de sterren, dat begreep men allemaal. Ook de natuurwetten, dat begreep men ook goed. Opwaartse kracht en weet ik veel wat. Men wist bijvoorbeeld precies de omtrek te berekenen van de aarde. Eratosthenes deed het al 300 jaar voor Christus. He, maar dat deed hij ook heel slim. Die vond iets, dat is ook echt verisimilitude, benadering van de waarheid. Hij slaat een zonnewijzer in de grond op 21 juni in Alexandrië in Griekenland. En hij doet het 200 kilometer naar het zuiden een jaar later, ook op 21 juni. Dan heb je 200 kilometer, heb je met die zon een hoek op die zonnewijzer, bij die andere ook. En dan kun je een concaaf berekening maken. En zo wist hij al 300 voor Christus, zo slim waren die gasten, wisten die dus al op 400 kilometer na precies te berekenen wat de omtrek van de aarde was. Wetenschappers hebben altijd geweten dat die rond was. Maar alles wat tussen hemel en aarde in zit, dus dat is de meteores, wat in de lucht hangt, daar zit het woordje AR in, dat is lucht, en daar kon je geen wetenschap van maken. Zullen we nog een vraag doen? En daar zitten we nog steeds middenin. Dus wat betekent die waarheid? Ja, we doen nog een vraag, maar ja. Lastig. Kwartjes en deeltjes. Is er nog iemand met die vraag? Hoop ik dan wel. Ja, daar. Ja, of iemand met een antwoord wordt hier opgeroepen, dat mag ook. Nou, wat mij triggert is dat je zegt van organisatieadviseurs hebben ook natuurlijk de waarheid niet in pacht. Maar als het gaat om waarheidseffecten, betekent dat we dus meer aan politiek moeten doen. Nou ja, dat vind ik in ieder geval bij wetenschappers wel zo. Ik vind dat heel veel wetenschappers urgente dingen hebben mee te delen. Maar let wel, heel veel van die wetenschappers die presenteren hun bevindingen in tijdschriften die niemand leest. Een gemiddeld wetenschappelijk artikel wordt gelezen door hoeveel mensen, denkt u? Ja, nee, 3 mensen. Ja, 3-4 mensen, dat is inclusief de reviewers. Ja, en ja, ik bedoel, het is gewoon maatschappelijke verkwisting. Nou, wat betekenen dit soort dingen nou voor die organisatieadviseurs? Want daar gaat jouw verhaal natuurlijk over. Als jij denkt dat er iets mis is in een organisatie, kom jij dus in die onderhandelingssfeer terecht. Hè, die ik heb proberen te schetsen aan de hand van die coherentietheorie van de waarheid. He, en dat is iets wat jij vindt dat er iets fundamenteel mis is. En dan is waarheid altijd iets wat onderhandelbaar is. Waarover gediscussieerd wordt. Wat in het middelpunt van de belangstelling komt. Dus dat feit dat iets apodictisch zeker is en dergelijke, dat is er niet meer. Let wel, wat is het grote belang als je bijvoorbeeld, ik heb me heel veel met bedrijfskunde en dat soort vakken bezig gehouden, ook met bestuurskunde. Als je bijvoorbeeld kijkt naar rational problem solving en dat soort technieken, hè, dat is velen van jullie wel bekend, dan ga je toch altijd uit naar een soort speurtocht, naar een soort absolute zekerheid, waarop jij dan vervolgens je beslissingen zou moeten nemen. Wat wij nu moeten leren, en ik denk dat organisatieadviseurs daar een hele goede rol in kunnen spelen, bij politiek, maar ook bij besturen of bij allerlei organisaties, NGO's, is dat we beslissingen moeten nemen op basis van dingen die fundamenteel onzeker zijn. Heel simpel, er hoeft maar 1 grote vulkaan uit te barsten en alle scenario's voor klimaatopwarming kunnen de ijskast in. Letterlijk trouwens. Dat is een van die problemen die we hebben. Dus je bent constant bezig met het uitzoeken. Maar dat gaat ook heel simpel. Er is een conflict in een organisatie. Nou, wie spreekt hier de waarheid? Heel veel van ons werk bestaat ook uit conflicthanteringsinstrumenten. Nou, ik heb altijd heel erg moeilijk gevonden. Denk ook maar eens aan die MeToo-discussie. Wie spreekt hier nou de waarheid? Is het Brandkostjes of zijn minnaar? En wat geeft ons dat dan te doen? Ingewikkelde vraag. Ja? Nee, want ik zat te denken tijdens de lezing. Ik heb hier trouwens nog een vraag ook nog. Ja. Oké, okay, ja, ik zit ook met de tijd. Ik heb eerst nog een vraag. Die gaat voor natuurlijk. Ja. Ja. Is dit de laatste vraag of ja, doen we het nog graag? Ja, oké. Okay. Nou ja, ik heb eigenlijk geen vraag.
Maar meer wat ik nu zo ontzettend interessant vind als, aan mijn vak als organisatieadviseur, is hoe, dat is meer de sociaal-constructionistische kant, is hoe mensen omgaan met de waarheid en vooral welke constructen zij maken, welke waarheden zij vastzetten, ja, en wat dat betekent in zijn consequentie. Ik denk dat dat de meest boeiende kant is van het vak. En vooral als je kijkt naar de sturingsconsequenties van wat mensen met elkaar vastzetten. Ja. En dat is meer de proceskant die je dan onderzoekt. Maar ja, ik had eigenlijk gehoopt dat u die kant van de waarheid ook zou belichten. Ja, dat valt bij mij dus allemaal onder die coherentiegedachte. En waar ik en dat soort mensen, sensemaking in organizations en het hele sociaal constructivisme, dat gaat allemaal terug natuurlijk naar Kant. En Kant is de grote filosoof die ons geleerd heeft dat wij niet meer direct toegang hebben tot die werkelijkheid. En dat wij om die werkelijkheid te duiden actief vormgeven aan dat ons kennis, ons verstand, de categorieën van het verstand, werken actief mee aan datgene wat er gebeurt. Nou, daar komt eigenlijk dat hele verhaal van die coherentie vandaan. Wij vinden alleen nog maar waar datgene wat wij accepteren als waar. Dus een zin die daarbij hoort. En daar horen bijvoorbeeld dat hele paradigmatische hoort daar ook heel erg bij. Dat is echt fundamenteel Kantiaans. Er is een hele discussie over in de filosofie. Sommigen zijn daar modicus op tegen, omdat we daardoor, door dat sociaal constructivisme of door paradigma denken en de directe toegang tot de werkelijkheid kwijt zijn. Het gaat hoor. Ja, maar we hebben daar een heel mooi woord voor, werkelijkheid. Hè? Dat is iets waaraan je constant moet werken. Maar is dat, want René, ik zat te denken, als Plato nu geleefd zou hebben, zou hij waarschijnlijk bubbel hebben gebruikt in plaats van grot. Ja, dat klopt. Bubbel, grot, sfeer, er zijn heel veel namen voor bedacht. En wij creëren allemaal onze geprivilegieerde toestand. In die post-truth wereld, daar ben ik eigenlijk niet zo op ingegaan. Maar als gevolg van technologie zie je, geloof ik wel, een wat grotere versplintering. Iedereen kan bijvoorbeeld zijn eigen nieuws kiezen vandaag de dag. Dus jullie hebben niet naar mij hoeven luisteren, om er eens iets te noemen. En daar maken mensen zich vaak heel erg veel zorgen over. Maar die zorgen over praatjesmakers, charlatans en dergelijke, die zijn echt al heel oud. En daar is niks nieuws in. Ik zie daar alleen hooguit een wat kwantitatieve verandering. Maar ik maak me natuurlijk wel zorgen als belangrijke personages in regeringen, in beleid en dergelijke, gewoon helemaal bezijden de waarheid gaan staan. Want dan valt het laatste restje rationele besturingsgrond valt weg. En dat is naar mijn smaak niet helemaal een gunstige ontwikkeling. En hebben wij daar als organisatieadviseurs dan iets in te doen? Ook in relatie tot bijvoorbeeld leiders? Ja, van in organisaties dan? Ja, welke leiders bedoel je? Hè? Het soort dat wij dan dagelijks tegenkomen. Ja, ik denk dat je daar als organisatieadviseur, ik hoop af en toe dat je eens een leider, dat was altijd mijn idee, dat je die eens op een denkfout kunt betrappen. Of op een tunnelvisie. Of iets dergelijks. Maar wat dat te betekenen heeft voor Donald Trump of zo, dat weet ik niet. Daar zie je dus het grote vraagstuk. Dus wat wij ook heel vaak doen in discussies, dat is mensen niet zozeer luisteren naar wat ze te zeggen hebben, maar ze bijvoorbeeld betrappen op een contradictie of iets dergelijks. Of ze betrappen op een drogreden. Dat is iets wat we heel vaak doen. Zonder dat we daarbij beseffen dat we zelf ook voortdurend van drogreden naar drogreden gaan. He, dat is een interessante zaak. Maar goed, in het algemeen ben ik over leiderschap. Mijn advies zou wat betreft leiderschap zijn van schaf het af. Ja, want ik heb een beetje solide bureaucratie ten opzichte van leiderschap is heel goed. Maar leiderschap, men praat vaak over visionair leiderschap. Ik heb daar heel veel over geschreven. Voor mij is leiderschap vooral een relatie. En naarmate wij meer vertrouwen op leiders,
En dergelijke geven we onszelf steeds meer een buffet, ons als volgers, van onvermogen. En dat is een serieus iets ernstigs. Hè. We praten altijd over visionaire leiders. Nou, ik kan jullie allemaal meedelen dat ik visionaire leiders doorgaans doodgriezelig vind. Ik geloof alleen maar in visionaire leiders als ik de visie deel. Ja, ja. Voor de rest is simpel, hè. Ja. Ja, nou ja, goed, dit is geen onderwerp waar zoveel over gepubliceerd wordt als leiderschap. Nee, maar besef dat leiderschap niet iets is wat uitnodigt tot wetenschappelijke contemplatie. Daarom gebruiken we ook massaal religieuze termen voor leiderschap. Charisma, letterlijk de genade van God, term die voor het eerst in het Nieuwe Testament op Jezus van toepassing werd geacht. Inspiratie, een beetje inblazen. En dat soort zaken. Dus dat is niet een taal waarvan je kunt suggereren dat dat nou, zeg maar, fysicalistisch helemaal zuiver op de graad is. Ja. En dus leiderschap is voor mij een... Ik geloof niet dat we een leiderschapsprobleem hebben. Dat moet je niet hebben. Ik bedoel, iedereen moppert tegenwoordig op de Europese bureaucratie. Maar ik ben nog niet vergeten dat we die Europese bureaucratie... vooral hebben als antwoord op allerlei dramatisch mislukte charismatische leiderschapsexperimenten in de eerste helft van de vorige eeuw. Dus ik wijs daar nog maar even op. Dus we houden er nog maar even aan vast, wat hier gezegd. Ja. René, ik denk... Dankjewel. Oké, prima. Dank jullie. Voor een prachtig verhaal. En ik denk dat wij wel een conventie in ieder geval in ere willen houden. En dat is dat je dan een fles wijn cadeau doet. Oh, ik dacht bier. Maar dat is niet goed, toch? Nee, bier is slecht voor mij. Maar wijn des te beter. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dank jullie voor het geduld. Dankjewel. Ja. Geweldig, nee. Ja. Goed, de kop is eraf. Als gezegd, we gaan nog vaker de filosofie dit jaar aanroepen. Om ons te laten verstoren, want dat is toch de beste manier van leren, heb ik laatst eens geleerd van Marijke. Dat je je altijd moet laten verstoren door dingen die uit een andere wereld komen dan die voor jezelf, om te blijven leren. Dus als het een beetje mee zit, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat op 1 april tijdens het Boek en Festival, zal ik het al verklappen, Maarten-Jan, ik doe het, hè, Stine Jensen als keynote speaker hebben naast. Natuurlijk de meet and greets met de 10 schrijvers van de boeken. En ook een schrijfworkshop en een leesworkshop. Kortom, ook weer een mooie dag waar we mee druk aan het werk zijn. Dus dat is de eerstvolgende grote bijeenkomst op 1 april in Utrecht. En voor de rest staat er van alles en nog wat op de OOA.nl-site om dingen... Oh, is dat zo? Onder de schrijvers ook filosoof. Ja, nog mooier. Dus ook daar. Geweldig, ja. En ondertussen kun je ook op de website natuurlijk kijken. Er zijn heel veel andere dingen te doen. Wat er nu te doen is, is een borrel met een hapje. En hartstikke bedankt voor jullie komst. En hiernaast, of hierachter, staat het allemaal geserveerd. Eet smakelijk.